krijg je gewoon te veel notities. Even kijken hoor, of ik kan laten zien. Oh, scherp. Dat is. Ik zie het al. Een hele goede morgen allemaal. Ik ben Isaac en leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ja, eigenlijk naar de winkel zitten rijden. Het is eindelijk een beetje mooi weer, een beetje rustig weer allemaal. Dus het is lekkere tijd om daarheen te gaan zometeen. Dus ja, dan wil ik even wat drinken. Ik heb gezien een koffie boven. En die is toch alleen maar sterk. Dus dan drink ik gewoon thee. Ik bedoel, als ik boven koffie niet lekker vind, dan haal het op. Ik heb de koffie op boven. En even crypto kleren. Wat ook gebeuren, winkel pakken. En ik kan weer YouTubers kijken. Morgen was in de montage. Ik heb thuis kom ik klaar, denk ik. En dat een beetje. En voor de rest gaan we vandaag eigenlijk niet veel meer doen. En morgen hebben we weg, denk ik, even lekker. Naar het winkelcentrum, wat ik weet ook al zei. En dan zeggen we allemaal, maak er allemaal een leuke dag van. Tot straks. Goed mensen, was lekker even buiten met, niet buiten, maar in de bakkerij. Dat ging ik echt keihard hoesten. Dacht ik kwam er één terug. Ik wil niet twee dingen doen, of doorrijden. Of in de Albert Heijn schuilen, maar ik heb het voor de eerste gekozen. Waarom? Dat ik niet zo hard vond. En alleen de wind kost keihard. Dat is een beetje minder. Maar goed. Lekker thuis. Ik heb alleen iets gedaan. De vlog heb ik klaargezet. Voor over drie dagen. Maak ik even deze vlog van gisteren eventjes. Deze vlog van gisteren bedoel ik. En dan ben ik voor de rest van het vrij eventjes. Samen even dingen afmaken. Maar dan is wel gebeurd die vlog. Een muziekje aan. Dus, en dat is wel ergens. Goed. Ik ga lekker kijken naar het hoeds. Even lekker. Eigenlijk gezellig. Dus, ja. Dan gaan we even om je te kijken, als je te kijken op Netflix. Dus ik zeg, ik ga lekker op je hoeds kijken. En dan ben ik lekker aan het kijken, ik heb een pauze gezet even. En, ja. Voor de rest zit het nu weer lekker uitbuiten en ik heb weer koud buiten. Dus ja, voor de rest gaan we het zien. Lekker tegen zon. Dus ja. En oh ja, als jij vierde wordt, kun jij mij nomineren nog steeds om een vierde woord. Dat kan. Ga je onderin de beschrijving kijken via je linkje. stem.vierdewoord.nl. Kan je mij stemmen op de beste nieuwkomer of de beste serie Levensloop. Kan je mij nomineren als je wil. Je moet niet, je mag. Wat jij wil. Dus als jij mij wil stemmen, dat kan. stem.vierdewoord.nl. Linkje vind je ook in de beschrijving. Ook wat je allemaal moet doen. Dus ik kreeg het wel weer bereid om te vertellen. En ik heb het wel gezet gisteren. En een excuus ervoor. Maar ik zou dat vandaag en morgen ook doen. Ik heb het niet genoemd, maar gisteren. Ik zou gewoon een vraag zetten voor gisteren. Dus, ja. Als je dat zo graag wil, dan kan dat. Zet gewoon stemmen. Je moet nog wel niks, je mag alles. Dus stemmen kan. Nomineren kan zeker. Dus tot zometeen ergens.
Goed mensen, ik zit even te kijken naar Hoets. En ik zit te kijken even naar YouTube even te kijken. Dus ja, even naar Nicolas. Het is Nicolas. Ga natuurlijk op Enzo weer en blij niet. Dus ja. Ik zal ons een keertje aanhalen, een keertje in de kreet van de maand. Dus even kijken wanneer. Dus ja, eigenlijk even rustig. Dat we dronken vandaag zijn, mag ik ook dicht. Dat je achter wat ik kan zien. Dus ja. En één keer ook voor mezelf. Dus ja. We zijn het al rustig aangenaam verder. We zijn even gechilld. Het was lekker leuk, even bakker. Dus lekker weer thuis. Hallo? Dacht ik ook gewoon schrijf worden, ja. Dus ja. Hey, goed mensen, ik zal even een hapje eten. En ja. Dat is een beetje eigenlijk het doel zo meteen. En zometeen even kijken naar YouTube, verder kijken op YouTube. Ik weet niet wat je ervan zou vinden, maar om heel eerlijk te zijn vind ik Enzo een beetje niet meer zo leuk meer. Waarom is is omdat hij gewoon echt af en toe te vrolijk is en geen haat naar Enzo zelf toe natuurlijk. Zo ja, vrolijk kijken van Enzo, zeker geen haat naar hem. Maar ik vind wel dat hij wel eerlijk moet zijn, natuurlijk is het wel eerlijk of zo dingen. Maar ik ben af en toe iets te vrolijk in zijn content en ik natuurlijk ook. Ik denk, doe af en toe ook wel eens dingen eruit knippen. Denk maar gewoon dat het kan niet of dit is niet goed. Doe ik af en toe ook eens een keer, maar ja. Maar hij zit eigenlijk erg alles in. Ook helemaal weten, dat ik denk natuurlijk geen content. Maar ik heb af en toe wel, ik heb er niet moeite mee met hem te volgen. Ik volg hem al jaren, volg hem al heel lang. Ook al volg ik een YouTube deed, dat ik ook al volg op een andere account. Toen ben ik ineens een YouTuber, een vlogger. Misschien niet eens, maar nu ben ik gewoon een YouTuber en ben ik vlogger. En ja, ik wil niet zeggen dat ik het ook druk heb. Tuurlijk heb ik het druk met mijn eigen dingen. Maar ja, ik heb altijd wel tijd om met hem te kijken, maar soms sinds kort heb ik best wel moeite met hem. En die moeite met hem als persoon, maar wel moeite in zijn content. En ja. Ik vind af en toe iets te vrolijk in zijn dingen. Tuurlijk mag jij vrolijk zijn. Ik doe ook alles vrolijk. En dan moet ik vrolijk op mijn eigen manier. Doe, oké. Goed, ik ben vrolijk. Of mensen zijn niet vrolijk. Ik bedoel, een vlog is natuurlijk een videodagboek en je mag alles zeggen wat je wil, je zou kanaal. En we zeggen mensen rond niet zo, ja ik weet het wel. Maar goed, dat ga ik even kwijt. Goed mensen, ik ga lekker koffie maken. Wat heerlijk is. Dus, ja. Goed, dus, ja. Ik heb rustig aangedaan vandaag. Niet echt gek veel van hem, eigenlijk. Een beetje gechilled, een beetje niks gedaan. Ik heb wel wat gedaan.
een vlog gemaakt. Lekker gemaakt. En voor de rest niet echt veel eigenlijk. Dus ja. Nou, dat is een beetje. En ik ben gewoon lekker een beetje aan het chillen. En dan gaat het vandaag. Een hele fijne dag zelfs. Vanmorgen ik weggegaan. Lekker naar de bakker gereden. Dan naar het winkelcentrum. Mijn moeder was rood met dat soort vrienden. Want ik echt gezellig was, moet ik zeggen. Dus ja, was heel gezellig. En ik denk wel een film gekeken, of een serie gekeken, ik heb niet gehoord, hetzelfde. Zoets gezien. Zoets vroeg ik gewoon op Netflix. Dan moet ik echt toch iets van de volgende zeggen. Dus ja. Dat is een beetje. Ik nog heel held dat gehoord dat Black Mirror een interactieve Netflix film is. Dat houdt ook in dat je zelf je toevaart kan samenstellen. Van de week had ik het natuurlijk over gehad over interactieve game op Netflix van Minecraft. Er is nu een Black Mirror gekomen. Dat is ook interactief, dus daar ga ik vanavond even kijken op Netflix op mijn iPad. Dat een beetje leuk is. En het is een beetje hetzelfde als een beetje als Minecraft. Degene die dat doet heeft gedaan, die games, weet je wat het is. Dus ik vond het ook leuk gedaan bij wat zeggen. Dus ja, ik ga even kijken of ik bij het liggen, even kijken hoe het is die game. Zijn de game klein te zien en te werken via de iPads of de iPhones en ook op PC? Nou, denk ik ook op PC. Hoe wordt de vragen beantwoorden of wat die andere dingen doen. Ook zo leuk van die games eigenlijk. Dat je de games gewoon zelf kan doen en zelf kan bepalen hoe de serie gaat eigenlijk. Dus dat heb ik al eerder verteld aan jullie erover. En dan was een game toch leuk eigenlijk. Leuk om mee te werken dan. Kijk, het is ook leuk natuurlijk. Maar mijn werk is nog leuker eigenlijk. Zelf kan bepalen hoe het verhaal gaat en zo. En ja, dat soort dingen een beetje. Waarschijnlijk een beetje anders. We gaan het namelijk zien. Ik ga op bed gaan kijken. Of je morgen wel hoe het is gegaan. Of ik die of twee gedaan, ja of nee. Even kijken. En ja. Voor de rest is het gewoon echt een rustig avondje denk ik. Een YouTube avondje denk ik, of niet wel. Ga ik er gewoon een deel kijken van Toets. Een deel kijken op Videoland, dat kan ik natuurlijk nog. Oh ja, en Videoland, TTT en 3, Tiwauw. TTT en 4, Rijks op z'n zit. En 1. En ik denk wel voor jullie toch Tiwauw heet volgens mij. Ik heb mijn abonnement ingewijzigd, einde van het jaar. Voor mij was 28 euro, ik krijg nu 29 euro, krijg ik een nieuwe abonnement.
Je zegt unlimited. Dat neem ik wel. Eigenlijk dan. Heel niet. Dat is echt heel veel bundel krijgt. Heel groot bundel van ongeveer 1 gig of zo kreeg ik van toen wel. Want ik bellen en ik kreeg ook van T-Mobile point om daar nog de iPhone bundel toe te voegen voor voicemail. En dan zien we dan maar weer. Als ik hem heb. Denk ik er pas aan. En ja. Voor de rest zien we zo meteen weer ergens. Is dat zo? Goed, mensen. Ik zat even te kijken, nu lekker te kijken naar Don. En Don, ja, weet je wel. De YouTuber. Ik zou niet vergeten om in de beschrijving te zetten. Mensen, sorry alvast daarvoor. Sommige dingen niet in de beschrijving zetten, kan ik echt vergeten. Echt, dat moet ik gewoon. Dat zou ik niet weten, gewoon in mijn notities. Ja, ja. Ik vind het een keer verstandig. Als je kan zien. Ik heb echt gigantisch te veel notities. Even kijken hoor, of ik kan laten zien. Of scherp, dat is. Ik zie het al. En ik wil notities staan, hè? Echt heel veel. Maar goed, helemaal gedaan dit. Ik maak dit en dan hoort dit scherp. Verder, dit is scherp. En dan haal ik dit weg en dan ben ik weer scherp. Kijk hoe snel het gaat. Dat is heel mooi gedaan van Canon GTX. Het is heel erg scherp en het is 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconden. Dat is scherp. In ieder geval, ik heb heel veel dingetjes in mijn notities staan. In mijn ITV instellingen. Als een droge hoest. Oké, okay. Zijn een keertje in toegevoegd. Kijk, serieus. En ze kregen een post die ik heb gebruikt op Facebook. Vind je onder de beschrijving van Facebook pagina. En ik heb nog een heleboel. Dat is zelf. Ook nog, zelf om mij. En in loop 2 staat nog alles in over mijn dat ga doen. Ja, het staat echt alles in. Ik ga het hier even de oude rijboek doornemen met de voor een levensloop van 2 toch al geweest. Ik weet niet of je het kan zien. Dit is het oude rijboek van levensloop 2 en dat staat in. Elke week om woensdag 20:30. Hallo. Dan weet ik niet wat u wil. Kerstvideo's. Nee. In geval, hij stond erin. Dat ik, ik ben even verwerkt, mijn excuus. Maar ik ga denk ik meer gebruiken met mijn notities. Dan kan ik openen zelfs in mijn PC. Ik kan het ook op mijn PC staan. Niet dat ik het zelf, maar wel, noem het? Ja, dat is wel. Dus, ja, dan is in levensloop 2 stond het in het draaiboek. Wanneer het online kwam, wanneer het online kwam, ga ik nu dit jaar ook doen. Wanneer? Heb ik geen idee. Stay tuned. Zeker zorg, gewoon een zeker volgen op Twitter. Vind je onder de beschrijving mijn Twitter-account.
En het boog voor je zak. En ja, gewoon dat zeker. Goed mensen, ik heb naar lekker rustig voor de aarde gedaan vandaag. Niet veel gedaan meer, echt rustig aan. Dus ja, vanmorgen weer geweest. Morgen gaat het keihard regenen, zag ik al. Dus dan mag ik het koffietijd kijken morgen op tv, heerlijk. Weer old school, doe ik altijd even om de dag te beginnen. Dan ga ik het eigenlijk ook nog even uploaden. En doen, en daarna nog even timmer maken. Ik dacht, wil je het maken, bedenk me nu een keer. En dan morgen wel, morgen toch ook schrijfvies weer. Dus dan kan ik morgen nog eventjes het timmer maken. Dus ja, dat ik morgen over deze voor gisteren. Nee, gewoon af, als het goed is helemaal af. Dan komt de teaser bij toegevoegd en gerenderd. En dan doe ik deze vlog even uploaden naar de computer. Dan mag ik hem monteren, volgende middag ergens. Na koffietijd of zo. Is wel klaar de vlog dat ik het klaar maak, alles wel klaar. Voor de volgende wil ik je zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Zeker zeker om niet vergeten het belletje aan te drukken. En ja, dan zie ik je morgen weer. Ik weet niet of mijn manier van Peter wordt, zou het toch zijn. En linkje zie je onder in de videobeschrijving van Peter wordt. En dan zeg ik met z'n allen tot morgen. Later, guys.